Hoe zijn jullie in een relatie gekomen? Zouden jullie kinderen willen? Zo ja, hoeveel dan? Hey. Wat vinden jullie het minst leuk aan elkaar? Was jij echt verliefd op Jade Anna? Ik ben oprecht verliefd geweest op Jade, ja. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag gaan Ella en ik weer gezellig een Q&A doen. We hebben natuurlijk al een keer een Q&A gedaan, maar we dachten, het is nu alweer zo lang geleden. We gaan gewoon weer even jullie op de hoogte stellen van al onze problemen. Al onze problemen en al onze liefde en al onze alles. Plannen. Precies. Ik heb op Insta aan jullie gevraagd of jullie wat leuke vragen voor ons hadden. En dat hebben jullie massaal gedaan, jongens. Dus ik ga... Massaal. Wat? Hebben jullie massaal gedaan? En dat hebben jullie massaal gedaan. Dus ik ga even mijn telefoon erbij pakken en dan gaan we beginnen met de allereerste vraag. Hoe lang zijn jij en Ella al samen? En zijn er al samenwoonplannen? Wij zijn nu 9 maanden samen. Bijna 10, toch? Ja, 6e. Zijn we 10? Ja, zo. Lang hoor. Het is de langste relatie die ik ooit heb gehad. Trots op mezelf. Maar goed, dus 9 maanden nu al. Dus dat is hartstikke leuk. Het gaat nog steeds goed. We doen elkaar nog steeds hartstikke leuk. Kan dat weer? Ja, we hebben nog steeds hartstikke leuk, dus dat is top. En over samenwonen, over samenwonen. Nou, jij hebt dat huis. Ja, jij weet ik nog niet zeker. Maar met Ruud, maar stel dat jij daar gaat wonen, dan zien we dan wel... We gaan gewoon even kijken. En ik had het laatst ook tegen jullie verteld, zeg maar, met samenwonen. Het is gewoon altijd eventjes checken of het wel handig is om dat nu al te doen. Ja, maar wie weet, over 2 jaar heb ik mijn eigen huis of zo en dan... Je weet het niet, daarom. Maar ik denk wel serieus dat wij wel goed kunnen samenwonen. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ook omdat als jij hier aan het editen bent of zo, dan ben ik altijd wel mijn eigen dingetjes aan het doen. Ja. Ja, ik eteer je wel eens, maar... Ja. Duurt wel eens even te lang. Ja, maar... ik moet die video's in elkaar zetten, want het is niet dat het zo uit de camera komt met allemaal leuke zoemetjes en zo. Dat zou leuk zijn. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Ja, veel mensen vroegen dit. Ja, heel veel mensen. Dat hebben we sowieso in de vorige Q&A ook verteld, toch? Ja. Ja, 100%. Ja, hoe hebben we elkaar leren kennen? Nou, een vriendin van mij, die ging met... van jou, met Sam. Ja, nou ging. Ging, ja. Ze hadden gewoon een gezellige avond. Ja, nee, ja, toen was Sam van, zij waren met z'n allen. Ja, wij waren met z'n allen met Wim, Ruup en Joris en zo. Volgens mij waren we bij mijn paterzaak. Daarachter zeg maar, heb je een soort van, bijna een soort van discotheek. Ja. En tijdens corona mochten we natuurlijk eigenlijk geen feestjes geven, maar wij gingen dan... Nou, dat was ook niet echt een feestje, dat was meer gewoon een beetje chillen, toch? Ja, dat was wel echt een feestje. Lekker vipen in de garage. Yeah. Nee, het was gewoon zeg maar, het was wel gewoon een soort van half feestje, gewoon een beetje chillen. En toen, weet ik nog wel, toen had ze Sam allemaal meiden uitgenodigd en jij was een van die meiden. Ja. En toen zijn we nooit meer van elkaar afgekomen. Nee, sindsdien hebben we wel echt elke dag... contact gehad. Ja. Is toch leuk? Het is toch helemaal cute? Echt enig. Volgende vraag. Wat is het leukste wat jullie samen hebben gedaan? Waarom? Hoezo? Nou, echt heel lang moeten nadenken. Hebben wij überhaupt wel eens een keer wat leuks gedaan? Nee, ja, ik denk Parijs. Ja. Ik vond Parijs... Londen ook wel heel erg leuk. Ja, Londen was ook heel erg leuk. En Creta was ook leuk. Creta was ook leuk. Maar ik denk dat Parijs was ook... Toen wij naar Parijs zijn, hadden wij ook nog geen relatie. Nee, dus dat was het leukste deel van de relatie. Ja, dat vond ik het leukste. Nee, maar meer dat toen nog heel... Zeg maar, het was voor ons allebei nog een beetje nieuw. Beetje speels ook. Ja, ja. Ik vond het wel echt leuk. En het was fucking lekker weer toen in Parijs toen wij er waren. Dat was niet normaal. En als je zeg maar een stad gaat bezoeken en je hebt alleen maar regen en gezeik, dan is zo'n stad niet leuk. Nee, de laatste dag Londen was ook alleen maar regen, toen hebben we eigenlijk niks gedaan. Nee jongens, dus Parijs was fantastisch. Volgende vraag. Hoe zijn jullie in een relatie gekomen? Nee, we hebben er heel lang over gedaan. Ja. Want we hebben zeg maar nu bijna 10 maanden echt officieel een relatie. Wij hebben echt, hoe lang hebben wij zeg maar gewoon een beetje... Ook 10 maanden of zo. Ja, we hebben echt... Van mei tot april. Ja. Ja. Ja, echt lang. Ja. We waren zeg maar, eerst zaten we gewoon in zo'n, we vonden elkaar allebei wel leuk, maar ik wilde geen relatie. Nou, ik ook niet. Jij wilde ook geen relatie. Rustig. Zeg maar, en El wilde ook geen relatie en uiteindelijk gingen we zoveel met elkaar omdat het meer was van ja, wat zijn we dan aan het doen? Zeg maar na 10 maanden was het van... Waar gaat het dan heen? Ja, jij was hier ook al echt van donderdag tot zaterdag af en toe gewoon slapen. En op een gegeven moment word je natuurlijk een beetje...
exclusief, zeg maar. Dus dan ga je ook niet meer met anderen. En dan, nee. Dan zit je elkaar ook een beetje aan te kijken van ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik ben nog hartstikke jong, dus... Ja. Ja, dus zo zijn we erin gekomen. En bijvoorbeeld, ik weet nog wel dat bijvoorbeeld heel veel mensen zeggen, ja, maar als het zo lang heeft geduurd, dan vind je elkaar dus niet leuk genoeg. Maar dat, ja, vind ik dus echt bullshit. Juist wel. Ja, ik vond het juist dat je, zeg maar, nu inderdaad na zo lang, zeg maar, geen relatie hebben, er inderdaad uiteindelijk wel verkies om wel een relatie, dan weet je waar je instapt, zeg maar. Maar het scheelde ook dat wij allebei met dezelfde intenties begonnen eraan. Want stel dat ik bijvoorbeeld vanaf dag 1 wel een relatie had gewild en jij niet, dan was het ook weer anders. Ja, dan was het ook niet, dan was het ook, ja. Nee, klopt. In het begin, ja. We hebben het gewoon goed gedaan. Ja. Mooiste karaktereigenschappen van elkaar. Mooiste. Ik vind jou, wat ik van jou heel fijn vind, is dat jij heel zorgzaam bent. Ja, dat vind jij lekker, hè? Dat vind ik echt heerlijk. Ik hou ervan als ik word verzorgd. Ja. Ook vanochtend lag ik op de bank hier lekker te editen en we waren gisteren uit geweest, dus ik was een beetje brakkig. Ik zei, oh El, mag ik alsjeblieft een koffietje? En dan komt er... Oh, zei je dat zo? Ik zeg, koffie zetten! Koffie! Koffie! Nee, maar ik hou er echt van. En inderdaad, gewoon, zeg maar, het zijn die dingen, nou, ik wilde zeggen kleine dingetjes, maar toch is het wel... Voor mijn bed en zo gewoon opmaken. Vind ik echt, dat zorgzame wat jij hebt, vind ik zo fijn. En jij lacht heel veel. Jij lacht altijd. Maar je bent altijd ben je aan het glunderen. Dat vind ik ook altijd fijn. Daar ben ik op gevallen. Altijd. Op jouw glunderoogjes. Op die glunderoogjes door jou. Heb ik ook goede of mijn mooiste karaktereigenschap of zit het er bij mij niet in? Jawel. Maar ik weet niet wat ik de allermooiste vind. Want jij bent wel ondernemend en zo, maar niet altijd. Zeg maar, jij bepaalt dingen die je dan wel hebt, maar ook weer niet. Snap je wat ik bedoel? Want je bent wel, wat ik zeg, ondernemend, maar... dit is het mooiste karakter. Dit gaat nu, ben je kritiek aan het leveren? Nee, ik ben aan het kijken wat ik het beste vind. Oké, je bent, zeg maar, met mij aan het overleggen. Ja, eigenlijk wel. Ja, nee, mooi. Oh, wat erg. Na deze video hebben wij geen relatie meer. Ik ga gewoon aan het einde van de video, komt zo in zwart in beeld en dan zo'n tekst naar voren. Vincent en Ella hebben elkaar daarna nooit meer gezien. Ja, maar ja, ik vind het zo kut om de mooiste karaktereigenschappen van iemand te benoemen. Ja, vind ik ook kut. Moet je ook gewoon niet doen. Weet je oprecht niets moois? Jawel, ik vind alles mooi. Ik vind alles mooi. Nee, nou, maar ik weet dus gewoon... Wat ik al zeg, jij bent zo wispelturig soms. Dan heb je iets, jij hebt, zeg maar, niet iets wat je echt hebt. Wauw, dit wordt echt alleen maar slechter. Jij hebt, nu zeg je letterlijk, je hebt dus eigenlijk niks. Je hebt eigenlijk helemaal niks. Wat bedoel je nou? Nou, kijk, er is niet iets wat ik echt kan onderbouwen. Want, wat, ja, zullen we een pauze en lassen? Volgende vraag. Zouden jullie kinderen willen? Zo ja, hoeveel dan? Zouden jullie kinderen willen? Ja, ik zou wel kinderen willen. Ik ook. Hoeveel zou je willen? In 3, 2, 1, 2. Ik wil twee jongens. Ja, ik ook. Jij wil... Huh? Dat weet je toch? Ik dacht dat jij altijd een meisje wilde ook. Nee. Ik wil twee jongens, jongens. Ik wil twee jongens, jongens. Nee, het lijkt me echt leuk. Twee jongetjes. Ja, het lijkt me gewoon wat... Dat heb ik bij jou en Ruup. Jullie hebben zo'n goede band met allebei je ouders. En ik denk dat als je als meisje bent, dat dan, zeg maar, die vader toch wat meer... beschermender is en zo, waardoor je toch weer een andere band met je vader hebt dan met je moeder. Wel een goede band hoor, begrijp me niet verkeerd, maar... Hoeft natuurlijk niet. Dat... Maar wat ik dus, ik denk ook dat jij meer een jongensmoeder bent. Ja. Dat denk ik serieus. Ik vind jou niet zo'n moeder. Nee. Zo'n mama of zo. Jij bent meer een jongensmoeder die ook nog leuke dingetjes en zo allemaal gaat doen en zo. Mochten onze kinderen dit ooit kijken, we hebben twee meiden. We zijn hartstikke Sorry, blij. We zijn wel blij met jullie. Ja. Maar. Jullie waren niet de eerste keus, nee. Joh. Oh nee. Stel ik had het nu terugkijken, lijkt echt heel. Als je daarover nadenkt, dan staat het best wel eng. Ik zei het ook laatst in mijn vlog, het is eigenlijk zo leuk dat ik een soort van dagelijks dagboek heb. Stel wij hebben straks kinderen, dan kunnen ze gewoon op een gegeven moment rond een bepaalde. Als YouTube en zo allemaal op staat en als alles op internet blijft staan, dan kunnen ze gewoon alles gaan terugkijken. Ja, van onze. Dan kunnen ze Parijs terugkijken. Londen, dat is echt tering grappig. Ik zou het ook wel echt met mijn arms willen zien eigenlijk. Ja, dat is toch leuk? Ja. Eerste indruk van elkaar. Zal ik maar beginnen met iets positiefs? Ja, begin jij meer. Maar... Nee, maar het is niet dat ik niks leuk aan jou vind, hè? Want dat weet je. Nee, maar... Je komt gewoon niet goed uit je woorden. Maakt niet uit, schat. Ja. Jij kwam daar het trappetje af, je zag mij staan en je dacht... Die wordt van mij.
Echt? Ja, zoiets. Ik ben, want ik weet nog Val, die ging bij jou slapen, tenminste bij jou met iemand. Ja. En toen vroeg ze of ik ook mee wil, want toen was ik heel verlegen om dat aan jou te vragen. Van, vind je het leuk als ik ook mee blijf slapen? Dat hebben we toen niet gedaan? Nee. Nee? Nee. Maar vond je het spannend? Ja, ik durf niet 1, 2, 3 nu naar jou te dromen. Nee, maar dat kon dan natuurlijk ook super. Maar weet je, nee, dat kan gewoon. Ik dacht, ja, het komt toch goedkoop over als ik naar jou ga lopen. Hoi, mag ik bij je slapen? Ken je alleen niet? Het is het eerste moment dat ik je nu zie. Ja, maar jij wilde ook bij mij slapen, omdat Valerie ook bij mij sliep. Ja, ik kon eigenlijk niet meer naar huis. Nee. Mijn eerste indruk was ook, zeg maar, ik zag, het was een soort van al die, dat kwam allemaal echt heel grappig. Jongens, de meiden zijn er. Dan ging ze die deur open en vervolgens lopen allemaal meiden zo naar beneden. En toen zat ze aan het kijken. Nee. Nou, was je echt zo aan het doen? Nou, nee, niet zo, maar het was gewoon echt van... Sam, je gaat al levende Tinder. Je gaat naar links. Je bent toch aan het kijken van, oh, zit er wat leuks tussen? Dat is logisch. Dat is ook als je een club binnenloopt, ga je ook kijken, zit er wat leuks tussen. Oh, oké. Toen ik single was, natuurlijk. Want nu zou ik het nooit meer doen. Ik kijk überhaupt nooit naar meiden. Ik heb ook geen Instagram, ik volg ook geen meiden en zo. Ja, mensen weten het niet, maar als jij uitgaat, krijg je ook een ooglapje van mij op. Ja. Ja. En zo'n belt, weet je wel. Je mag er alleen eentje vasthouden. Ja, en zo'n. Nee, ja. maar toen... Kettingslot. Ja, zo'n kettingslot. Maar toen weet ik nog, toen kwam jij door die deur en toen dacht ik van, oh, zo, ja. Die dacht van, oh, die gaat, dat wordt hem vanavond, zeg maar. Dat is mijn doel. Dat leuk. En nu zitten we op de bank. Ja. Ja, ik weet het echt, hij was binnen. En toen dacht ik van, ja, dat is... Ik weet nog wel het eerste wat ik tegen jou zei. Mooie schoenen. Ja. Ik had toen niet eens eigen schoenen. Nee, ze waren niet eens voor mij. Ik had toen schoenen van Sam aangetrokken, want Sam had volgens mij die voor mij. En dat waren van die hogere Dior schoenen. En toen zei ze, oh, zo, mooie schoenen. Zo, ik kom wel even over een pattertje weer. Of nee. Nee, ik was ja, gewoon een goldenker, ja. Mooie schoenen. Nee, maar zo was het niet. Maar je vond, ja, je hebt gewoon mooie schoenen, ja. Nee, ja, dus wel, het eerste indruk was goed. Vond ik. Ja, ik ook. Volgende vraag, en dit is een leuke, en waarschijnlijk kan je hier echt heel veel voor opnoemen, maar nee. Wat vinden jullie het minst leuk aan elkaar? Jij mag beginnen. Net was het heel moeilijk om de mooiste karaktereigenschap, wat vind jij het minst leuk? Kom maar. Aller minst leuk. Dan moet ik denk ik toch gaan voor je communicatie weer. Mijn communicatie is super goed. Ja, fantastisch. Is het echt wel communicatie wat je het minst leuk aan mij vindt? Nou, laten we zeggen, je communicatie is hetgene waar ik het me meest... aan irriteer, denk ik. Wat ik heb... Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, ik ben niet zo goed in karakter. Nee, die had jij niet, dus... Ja, weet je wat ook is? Ik denk er nooit over na. Nee. Ik denk nooit aan jouw punten, weet je wel. Je zit alleen maar naar de goede... Je kijkt alleen maar naar goede dingen. Wat vind ik het minst leuk aan jou? Nee, ik vind het minst leuk aan jou dat je soms... Ik weet het al, denk ik. Jij kan soms zeg maar te veel nadenken en zeg maar, jij kan heel erg nadenken over van alles, waardoor je soms heel erg kan omslaan in je mood. Dat is ook een beetje, bijvoorbeeld qua onzekerheid, vind ik ook niet. Dat vind ik ook het minst leuk aan, want dat maakt je minder leuk, zeg maar. Ja. Stel, je zou dat niet hebben, dan is alles perfect. Je hoeft niet onzeker te zijn. En dan is dan opeens alles anders. Niet alles is dan opeens anders. Nee, maar als je zeker gedraagt, of komt wel. Daarom, maar ik denk dat het, zeg maar, niet, dat is niet per se het minst leuke. Ik denk dat het minst leuke is gewoon inderdaad gewoon dat je soms een moed ziet. Ja, sorry jongens, ik weet niet wat het is, maar die camera valt steeds uit. Waarschijnlijk wordt het te warm, omdat het ook in 4K is opgenomen. Wat je het minst leuke aan elkaar vond, dat hadden we toch? Oh nee, ik had een jouw mooiste karaktereigenschap bedacht. Oh, oké. Okay. Wat is het? Ik kwam ineens me op. Ik vind het heel mooi dat jij zo'n passie hebt voor alles wat je doet. Ja. Ja, maar ik meen het echt. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Maar hoezo dan? Nou, gewoon. Net, ik vond het gewoon heel schattig. Jij was op je gitaar bezig. Toen dacht ik, ja, eigenlijk vind ik het echt heel schattig. Dat jij zo'n passie hebt voor je muziek. En dan helemaal zo daar opgaat. Ja, dat vind ik leuk. Ja, gewoon, maar dat heb ik ook met video's maken. Alles wat ik doe qua video's maken, muziek maken, vind ik gewoon hartstikke leuk om te doen. En om met jullie te delen, jongens. Goed dat je nog even terugkwam. Ja, fijn. Maar opeens, zeg maar, ik weet het wel. Maar we moeten even... Was jij echt verliefd op Jade Anna? Was ik Ben? Ja, Ben. Want ik ben oprecht verliefd geweest op Jade, ja. Ja, ik weet het, ja. Ja, echt zwaar verliefd. Maar dat weet je, we hebben het daarover gehad. Ja, weet je, we zijn ook in therapie geweest daarvoor. Ja. Dat is allemaal... Het is allemaal goed gegaan. En nu zitten we hier samen op de bank een Q&A op te nemen voor jullie kijkers. Dus, wij doen dit voor jullie. En nu moeten jullie wat voor mij doen en ook een beetje wel voor Ella. Om eventjes naar beneden te gaan en te abonneren. Ik wacht.
Ga je morgen doen. Wat? Ga je morgen doen. Ja, weet je. Ja, zijn jullie geabonneerd? Top, dankjewel. Wat vindt Ella ervan dat je dagelijks vlogt? Ja, ik vind het leuk. Ja, het is weer je passie. Dus, maar? Nee, ja, maar. Kijk, als ik bij jou ben, het editen duurt natuurlijk wel lekker lang. Ja. Dus dat neemt wel een hoop van je, van ook mijn dag weg eigenlijk. Want ik kan hier niet echt iets anders gaan doen. Nee, ja, Ella zit dan altijd een beetje te wachten tot ik klaar ben, zeg maar. Ja, want ik heb hier ook niet echt iets wat ik kan gaan doen. Ja, kan. Dus ik ga hardlopen of zo in mijn eentje, maar ja. Dat is ook best wel vermoeid, hè? Ja. Maar voor de rest, vind je het zeg maar kut dat zeg maar alles wat wij in principe doen, dat ik toch altijd even ga filmen of zo? Nee, dat niet. Maar soms vind ik het wel moeilijk van dat je dan bijvoorbeeld morgenochtend wakker kan worden en dan zeg ik, wat zullen we doen? Ja, weet niet, maar ik moet wel echt iets doen wat leuks voor de vlog. Ja. Ja. Ja, ik had het zeg maar, omdat ik, zeg maar, toen ik bij Gio woonde, toen merkte ik al heel erg bij Gio dat hij dat ook had. Gewoon, en ik dacht van, ah, joh, dat valt uiteindelijk wel mee. Maar ik word zeg maar wakker en vanaf het moment dat ik wakker word, ja, ben ik al bezig. Paniekmodus. Nou, niet paniekmodus, ja, maar dan ben ik al bezig met van, oké, wat zijn leuke dingen die ik kan filmen voor jullie? Wat is gewoon een leuke planning zeg maar voor de dag? Wat ik, ja. Ja, en als jij bijvoorbeeld zoals van de week had je een dag dan niet zo heel veel gedaan omdat je druk was en zo. En dan ben je toch aan het eind van de dag altijd een beetje chagrijnig. Ja. Ik heb niks gevolgd en ik heb niks leuks. Ja, dan ben ik onrustig. Dan ben ik echt onrustig. Klopt. En dan ben je soms ook echt heel bot en ja, ik ben dan gewoon een beetje, gestrest. Ik wil het gewoon dan. Ja, goed doen. Leuk, ik wil het gewoon leuk goed maken. Doen. En ik vind het dan, zeg maar, ik baal dan eigenlijk een beetje meer van mezelf. Dat ik denk van hoezo heb ik er nou vandaag niet voor kunnen zorgen dat ik gewoon een leuke video heb, weet je wel. En dan ga je toch. Ja, maar. Daar ben ik dan weer onzeker over. Ja, daar wil ik wel iets over zeggen tegen jou. Want altijd als ik dan die reacties lees, dan zegt iedereen, nee, zo'n dag hoort er ook bij. En is ook wel zo. Maar het is ook voor mezelf of zo. Ik wil zelf ook gewoon leuke, vette dingen filmen. Want soms ben ik ook aan het editen en dan denk ik van ja, ik heb eigenlijk een hele saaie, nietszeggende dag gehad. Alleen, kijk, dat heb ik ook al tegen jullie gezegd, ik vlog mijn leven en ik laat alles zien, zeg maar. Dus zeg maar, mijn het is niet alleen maar gekke geit en ja, en alleen maar gekke hoogtepunten, zeg maar. Soms ben ik ook gewoon inderdaad gewoon een hele dag brak en doe ik helemaal niks. Ja, of een keertje ziek of voel je wat minder. Ja, nee, daarom. Maar over het algemeen, dus prima. Ja. Wat is nog iets wat jullie samen willen gaan doen? Als in nog iets samen doen of echt als in samenwonen en trouwen en zo? Nee, ik denk echt iets doen. Echt iets doen qua gewoon. Ik denk dat ik wel eens een keer met jou naar zeg maar het buitenland wil, maar niet naar Spanje of naar Griekenland, maar echt zeg maar naar een gek land. Thailand of zo. Ja, maar ik denk dat jij helemaal gek wordt. Jij wordt zeg maar, jij bent zeg maar al soms. Op welke? In je hoofd ja. Ben jij zeg maar soms al van, ja maar het vliegtuig, maar jij kan heel snel stressen, ook toen in Londen onder treinkaartje dat dan niet lekker liep. Ik denk dat als jij in Thailand bent, dat je dan in zo'n land gek wordt. Want daar is het niet allemaal. Dat vind jij leuk om dan. Wauw, wel leuk content. Nee, ik denk dat gewoon, ik zou wel leuk vinden om met jou te gaan reizen. Ja. En dat soort dingen te doen. Ik zou het ook wel heel leuk vinden. Nou, dan zijn we het toch over eens. Ja. Reizen, jongens. Toet. Maar goed, jongens, dat waren alle vragen. Dus dankjewel voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En ik zie je morgen om 6 uur bij een nieuwe video. Later. Tada! Ha ha ha.